Tatjana, bekend van het programma meer dan verwacht, deelt haar ervaringen en uitdagingen als alleenstaande moeder van drie jonge meisjes, waarvan één dochter, Hoop, hartproblemen heeft. In een interview met Linda onthult Tatjana haar persoonlijke verhaal en de reden waarom ze ervoor koos deel te nemen aan het realityprogramma. Het leven van Tatjana nam een ingrijpende wending toen bij de 20-weken-echo werd ontdekt dat haar dochter Hoop ernstige hartproblemen had, waarbij twee kleppen ontbraken. Ondanks de zorgen en schuldgevoelens heeft Tatjana nooit opgegeven en bleef ze doorgaan. In meer dan verwacht deelt ze openhartig haar emoties en ervaringen en benadrukt ze het belang van doorzettingsvermogen, zelfs wanneer het leven verre van perfect is. Tatjana erkent dat het afwachten was hoe de kijkers zouden reageren op haar gezin, maar ze is dankbaar dat de reacties positief zijn. Ze wordt beschouwd als een voorbeeld voor andere ouders en waardeert de steun die ze ontvangt. Ondanks de uitdagingen, zoals momenten van wanhoop en chaotische situaties tijdens het verven met haar dochters, blijft Tatjana lachen en benadrukt ze dat het leven, hoe zwaar ook, vol te houden is. De alleenstaande moeder geeft een glimp van de hectiek in haar huishouden en onthult dat hoop momenteel ondeugender is dan tijdens de opnames van Meer dan Verwacht. Tatjana staat open voor nieuwe uitdagingen, waaronder de mogelijkheid van een tweede seizoen van het programma. Ze blijft optimistisch en benadrukt dat Ondanks de huidige heftige periode met slaapproblemen, de steun van vrienden en een oplossing uiteindelijk zullen bijdragen aan het welzijn van haar gezin.